gitarist, kan jij zeggen welke band de Strangers met de Beerschot hebben? Ah, de jongens zijn allemaal van het Kiel, hè. En dat zijn eeuwige Beerschot supporters. Ik ben spijtig genoeg van Bergen. Maar allee, ik heb de Beerschot ook geer, dat is er. Heel geer zelfs. Van een Beerschot gehouden. En dat is toch zo, niet tegenstander dat je in Mechelen woont. Mechelen, Antwerpen, toch een heel afstand nu om te doen. Ja, maar ik doe een ontwikkeling. Dus ik zorg dat de mensen er een beetje uit baak raken. Een kwestie van, ik heb een dikke nek en zo zei het niet van hun eigen, maar ik wel. En wat weten waarom. Ook altijd een paars hart gehad? Oh ja, natuurlijk. Danny Koppers, die hebben in ding gemist en hij heeft geprobeerd om maar een plastron af te knippen, maar dat is niet gebeurd. Spaat genoeg is onze vierde man, Alex. Die ligt in de kliniek, die is er niet bij. Maar we hebben een vervanger bij. Die de kliniek kan liggen. Absoluut. Luc Lemmers en je hebt ons uitgenodigd om hier vandaag te komen. Voilà. Dat is mijn idee om vandaag de Strangers eens te laten zingen. En nu valt spijt genoeg Alex weg, maar ik ga hem met plezier vervangen. Formidabel, gelijk zo mogelijk doen. Kalmpjes aan, laat er niet in de loer liggen van mannen die denken dat ze zink nemen. Ze zijn maar nog eerste, het trekt op niks. Volg ook het heel goed. Dank u wel. Nog iets wil over de financiële kant van Beerschot. We stonden er schitterend vuil. Alles op zijn tijd.